No one wanted that answer. More than Smurfette herself. Hello, good morning. Ze hebben nog pindakaas tussen mijn tanden. Het is, wat is het, vrijdag vandaag. Jola heeft vakantie en dus en vandaag... Oh, dat hoef ik niet te vertellen. Jola vertelt zelf wel. En mijn vriendinnen komen. Ja, daar heeft ze zich onwijs op verheugd. Maxime en Imre komen lekker spelen vandaag en ze blijven ook... Logeren! En eten. En eten. Ja, we gaan lekker gezonde boodschapjes doen vandaag. Gezonde, de gezonde eten challenge of zo wil Jola opnemen. Ja, gezonde eet challenge. Jol verveelt zich nooit. Komt, wanneer komt die? Welkom allemaal, welkom bij de Vegan Challenge. Dus, ja, ik heb al ontbeten, want ik was weer onwijs misselijk vanochtend. En ik was weer heel vroeg wakker. Maar niet om 4 uur dit keer. Gelukkig was ik dit keer gewoon om 7 uur, of 6:30 wakker. En toen heb ik even een bakje met amandelmelk en krusli en havermout en zo gegeten. En fruit. En straks gaan we even boodschappen doen verder. Meer dingen. En wat gaan we doen met de meiden vanmiddag? Nou, Jola die gaat beginnen volgens mij met knutselen. We gaan dus gezond eten maken en proberen. En vanavond gaan we in de huiskamer een heel groot bed maken. Met allemaal kussens en dekens. En dan gaan we een filmmarathon houden. Dus dan mogen ze een paar films achter elkaar kijken. En dan wordt het een echt pyjamafeest. Ja! Joehoe, de meiden zijn er! Excuse me. Maar toen jij klein was, bestond Elsa nog niet. Oh, gaan we missen? Misschien is hij er volgend jaar nog. Oké, jullie opdracht is, ieder gaat op zoek naar twee lekkere dingetjes. Maar blijf bij elkaar, anders is het niet leuk. En rustig blijven. Twee dingetjes dat niet van een dier afkomt. En wat lekker is. En weet je wat nou het allermooiste zou zijn? Als we die twee dingetjes tot 6 dingetjes kunnen maken. En daar iets lekkers van kunnen maken in totaal. Dus dat het dan een recept wordt. Waar is dat? Hele tomaten in blik. Kijk, gepelde tomaten noemen ze het. Zie je? Ze staan daar. Yes, yes. Tanja, yes, the interview. Kijk. Waar zag ik het nou? Wat is jouw favoriet op social media? Disna Lomas. Wow. Ik vind Disna Lomas. Ik vind Disna Lomas sympathiek en eerlijk. Ze vlogt heel open over haar kinderwens. En haar talloze pogingen om weer zwanger te raken. Ah. Ze heeft goede fit tips. Zo leuk. Ja. Zo lief, Tanja en Jess, dankjewel. Dit is Tanja en Jess. Ja, iemand van tv volgen. Ja. Het lijkt net of Bart en ik heel helemaal gematcht zijn vandaag. Vinden jullie ook niet? Met onze kleding. Ja. Maar dat hebben we niet expres gedaan hoor. Dat zou wel een beetje awkward worden. Awkward. Awkward. Oké, we gaan uitpakken. Oh.
dit zijn mijn ingrediënten. Voor ons. Ratatouille maken. Ratatouille. Ratatouille, sorry. Ratatouille. Dat is mijn vader. Kijk maar schatje, nou gezond bezig zijn. Lekker hoor. Deze is vet lekker. Walnootolie. 100% plantaardig. En avocadoolie heb ik nog niet geproefd, maar die zal ook wel heel lekker zijn. Disna is uien aan het. Dit is gewoon één rood uitje, dat is toch ook niet normaal? Wow, schat. Kijk maar eens aan. Wat hoor. Ah, oh, wat een mooie. Weet je wat ik ook wel eens heb gedaan met dit soort gerechten maken? Ja. Dit snijden. Oh, en dan lekker in je hand, in je oog wrijven met je hand. Ja, dan had ik dus mijn handen na het koken niet gewassen. En dan was ik het vergeten. Dus zat ik gewoon ineens in mijn oog. Nou, dan verga je echt. Dan verga je echt. Nog een teentje. Altijd een teentje meer dan wat er in het recept staat. Lekker, hè? Knop. Lekker stinken op de vrijdagavond. We zijn zo oud dat we zelfs op de vrijdag en de zaterdagavond kunnen stinken. Dus niet meer hoeven stappen. Hm? Ruikt lekker. Ja. Hey, ik heb nog een dingetje. Oh, was maar even af. Uittesten van veganistisch avondeten, deel 1. Ratatouille. Ik geef er een 10 voor. Wat? Dus die mag ik vaker maken, deze. Ja. Ronde 2. Ik vind ze misschien nog wel lekkerder dan gewone pannenkoeken. Ja. 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 Zijn echt heerlijk. Het recept kan je op de blog van Disna vinden. Oh, oké. Ik zal ze erop zetten, Bart. Hij past er precies tussen, hè? Volgens mij ook, ja. Ik ga een 30 kopjes van de zoog. What is a Smurfette? No one wanted that answer. More than Smurfette herself. Die slaan was een beetje op het einde. Ik was meteen. Ah, yes, ze liggen. Ik ga heel eventjes boven liggen. Kijk hoe het met ze gaat weer straks. Nou, we hebben onszelf maar even verkast naar de slaapkamer tijdelijk. En we gaan hier even de Baywatch movie kijken. Yay! Yeah. En dan straks halverwege niet vergeten even de meiden in te stoppen en tandjes te laten poetsen. Well trusted! Well trusted.